Ik heb hier voor me een viertal Timex-horloges, met name dames-horloges. Supermooie horloges, ten meer ook omdat ze gewoon simpel zijn, een beetje retro-stijlachtig hebben. En ik ga ze één voor één even met jullie doornemen. Ik heb vier modellen voor neergelegd. Ze worden natuurlijk geleverd in een Timex-box. Ik zal er even eentje bij pakken. Dekseltje, kustje, zo wat netjes ingeleverd, garantieboekje erbij, hoe alles in te stellen, nou, het is een heel boekwerk. Nou, wees gerust, het bestaat uit vier talen, ook Nederlands. Het begint op pagina 58. Nou, dat even wat betreft de box. Op zich niet dan heel spannend, maar hoort er wel een beetje bij natuurlijk bij het horloge. Dan de vier horloges. Deze vier. Ik zal even inzoomen. Ik pak eerst deze mooie gouden erbij, althans goudkleurige. Je ziet hier nog een houdertje zitten, die haal ik even uit. Dus te voorkomen dat die leeg loopt als hij nog niet verkocht is. En een knopje voor even. Het is een beetje een groen en bruinig kleurband met een beetje gouden accent erin. Het is een beetje moeilijk te zien, maar je ziet er iets van glittering hierin. Dat zijn die gouden stukjes. Heel mooi, vind ik zelf. Type nummer T2P173. Gravering achter in de kast. 30 ATM dicht. Waterdicht moet ik zeggen. 3 ATM, 30 meter zegt dan. Betekent eigenlijk niet dat je daarmee kan zwemmen. Dat is 30 ATM, 30 meter. 3 ATM en 30 meter. Dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat hij spatwaterdicht is. Dus ga er niet mee zwemmen of douchen. Dan komt het eigenlijk niet goed. Er zit ook nog een lichtknopje in. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Maar de wijzerplaat helemaal. Heel moeilijk om te zien. In het pikken donker heb je dan helemaal zo'n blauwe gloed eroverheen. Dat is echt heel mooi. Als je dit bij dit horloge gaat kijken, dan hebben we daar ook een foto van gemaakt. Dat ziet er heel mooi uit. Dan nog wat andere modellen. Ook weer die mooie band. Van de foto is het altijd moeilijk te bekijken, maar in het echte dit horloge echt een stuk mooier dan op de foto. Soms weten ze de foto's zo te maken dat het op de foto veel mooier is. Timex-horloges, ontzettend groot merk, heel veel verschillende serie horloges hebben ze. Wij van Kish.nl hebben er echt voor gekozen om een beperkte serie op te nemen. En met name een beetje de retro-stijl, dames, herenmodellen en een collectie van de hele sportieve modellen. Ga ik voor de rest niet verder op in. Wel deze modellen, omdat deze gewoon qua uitstraling en qua prijs gewoon ontzettend mooi zijn. Ze kosten slechts €65, dus daar kan je eigenlijk niks van zeggen. De T2P171, €75. Ik kon je één keer uittrekken. Het zijn eigenlijk dameshorloges, dus ik zal heel veel uitzoomen. Maar een heer die niet van hele grote horloges houdt, die kan het zeker ook dragen hoor. Dat is geen enkel probleem.
4 verschillende modellen. Het zwarte. Met die bijzondere, beetje lizard-achtig. Achtige band. Zwarte gesp. Zwarte wijsplaat. En de gravering erin. Leren bandjes natuurlijk. 4 verschillende modellen. Echt 4 topmodellen. Zeker is dat moeite waard om, naar, om verder naar te kijken. Wil je nou meer Timex horloges zien? Ga dan naar kies.nl. Kaiza.nl. Heb je vragen over de Timex horloge of een van onze andere filmpjes? Stel het natuurlijk via YouTube. Dan beantwoord ik jullie graag aan natuurlijk graag. Voor nu laat ik het even hierbij. Voor deze Timex horloges. Nogmaals, meer Timex horloges op kies.nl. En voor deze horloges zeker de moeite waard om, om er serieus naar te kijken. Vanaf €65 en de gouden is €69,95. Bedankt en tot de volgende keer.